Dit is Gelderland Helpt. In deze bijzondere serie volgen we onder meer Hans en Kevin. Zij voelen zich vaak alleen. En daarmee zijn ze niet de enige in Nederland. 3,5 miljoen mensen voelen zich vaak alleen. En ongeveer 1 miljoen mensen zegt heel eenzaam te zijn. Eenzaamheid. Dan denk ik aan mensen die alleen staan vaak en die bijna geen bezoek krijgt. Ik denk dus vooral aan mensen die een partner verloren hebben. En die vinden heel moeilijk nog weer de weg met anderen. En dan is eenzaamheid en je weg weer vinden is verschrikkelijk, ja. Nou, vooral aan oudere mensen die dus de kinderen niet zien. In de buurt wonen of die niet meer komen. Nou, ik ken daar de voorbeelden van, omdat je in je naaste omgeving leeftijdgenoten ziet wegvallen. En inderdaad, die mensen die moeten hun weg weer zoeken. Ja, dan kom je bijna niet meer van huis. Nee. Dan is het van, hoeft mij niet. Nee. Jeanette Rijks is een coach en gespecialiseerd in eenzaamheid. Zij kan uitleggen wat eenzaamheid nu precies is. Nou, eenzaamheid is niet alleen zijn. Eenzaamheid is het nare gevoel wat je hebt als jouw relaties met andere mensen niet genoeg zijn. Eigenlijk is het zo simpel. Net zoals als je honger hebt, dan betekent dat je lichaam een seintje geeft, je hebt niet genoeg te eten. Nou, voel je je eenzaam, dan is dat een seintje van je lichaam dat zegt, je hebt niet genoeg verbinding met andere mensen. Nou, oxytocine is het hormoon wat wordt aangemaakt als we met andere mensen omgaan, of als we gestreeld worden, of lekker innig knuffelen. Dat hormoon wordt niet meer op dezelfde manier aangemaakt bij mensen die zich lang eenzaam voelen. Het gevolg is dat als zij met andere mensen omgaan, ze helemaal niet dat gevoel hebben dat het fijn is. Een ander ding is dat als jij je eenzaam voelt, kun je de gezichtsuitdrukkingen van andere mensen niet meer goed peilen. En als een gevolg van eigenlijk bescherming, ga je dan denken dat andere mensen bedreigend zijn. Nou, dat zijn allemaal krachten die ervoor zorgen dat je denkt, ik doe het niet meer. En dat is precies die negatieve spiraal die ervoor zorgt dat je er niet uitkomt. Ik heet Hans Mulders en ik woon in Tiel, alleenig. Ik word volgende maand 71. 1 februari is mijn vrouw gestorven. Die was al jaren invalide, met veel pijn. En sinds die tijd ben ik alleenig. Ik heb toen in het begin de eerste maanden heel veel gedaan. Ik denk om alles weg te douwen. En ja, ik had een hele hoop gedaan. En toen kwam ik erachter, een keer s'avonds, dat ik als een oude lul achter de graan heeft zat. Ik zei, ja, dat is niet de bedoeling. Ben ik gaan rondbellen of ik ergens terecht kan om met een groep te praten. Kijken of er lotgenoten zijn die wat wijzer van kunnen worden, hoe ik het allemaal op moet gaan vangen. En daar zit ik nog op te wachten. Maar het is wel eenzaam, alleenig. Overdag praat je wel met mensen en dan kom je thuis en je valt weer in een leegte. En dat klap je wel eens in elkaar. Ik heb 2 dochters. De een woont in Leersum en de ander in Epe. Mijn oudste dochter die kan makkelijker komen dan mijn jongste dochter. En mijn jongste dochter die werkt ook, terwijl mijn oudste ook. En ja, maar die zit ook bij schoolgaande kinderen. Ik moet eerlijk zeggen, het is nou ik al dat fietsen en weg geweest ben en het wordt rustiger. Ja, dan heb je het er heel moeilijk mee. Voor die tijd ben je heel veel bezig, had je het ook wel moeilijk, maar op een andere manier. Maar nu ben ik, de weer zit tegen, het was slecht weer. Dus het zit toch dat het leger wordt. Dat je echt achterkomt dat het leeg is in huis. Ik ben gisteren de stad hierin geweest. En vroeger deden we dat samen. En toen gingen we regelmatig de stad in en nu ga ik maar heel weinig. Maar nee, omdat je alleenig bent, nu ga ik enkel naar de stad toe om wat te halen. En anders kom ik er niet meer. Dus.
ja, ik moet mijn dag vol maken. En ik moet eigenlijk een hoop doen thuis, maar er komt niks uit mijn handen. Ik blijf allemaal maar liggen. Ik heb er gewoon geen zin in. Vandaag heb ik dan de verkeersregelaar. Ja. En anders ja, heb ik niks. Ik wil wel eens bij iemand koffie gaan drinken, maar dat is het. Straks zien we Hans het verkeer regelen. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, maar ook jonge mensen hebben ermee te maken. Terwijl eigenlijk niemand dat verwacht. Gezien alle mogelijkheden die er voor jongeren zijn om in contact te zijn met anderen. Dus het gaat om jongeren die naar school gaan, die bij sportclubs kunnen zitten, die uitgebreide sociale netwerken kunnen hebben, ook omdat ze met de telefoon en social media gebruiken, verwachten we eigenlijk niet dat er zoveel jongeren eenzaam zijn. En we zien het overigens ook niet alleen in Nederland. We zien het wereldwijd, dat overal veel jongeren eenzaam zijn. En ja, we weten niet helemaal hoe dat kan komen. We are broken by others. Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Het is niet zo dat je per persoon kan zeggen dit is bij jou de hoofdoorzaak. Het is vaak een combinatie van factoren. En ja, een van de factoren die vooral vroeger vaak werd gedacht dat een rol zou kunnen spelen is een, ja, misschien een gebrek aan sociale vaardigheden. Dat je net niet helemaal weet hoe je contact moet maken met anderen of wat de sociale omgangsvormen zijn. Maar het kan ook zijn dat ze verkeerde verwachtingen hebben over vriendschappen. Dus ze willen misschien meer vriendschappen dan dat ze eigenlijk hebben. Of ze zien op social media dat iedereen leuke dingen aan het doen is. En ze willen dat misschien eigenlijk ook. Maar de vraag is of dat allemaal realistische verwachtingen zijn. There was no sweeter fruit than this, with no taste of bitterness. Het is ook zo dat het vaak voorkomt bij jongeren die ook andere problematiek laten zien. Dus inderdaad, jongeren die depressief zijn, jongeren die gepest worden zien we vaak, jongeren met een andere migratieachtergrond, jongeren met een andere seksuele geaardheid. Dus er zijn best wel veel risicogroepen waar eenzaamheid bij voorkomt. Als jongeren met problemen bij een hulpverlener komen, worden er allerlei dingen uitgevraagd en eenzaamheid nog niet altijd. Omdat dat ook niet in de handboeken voorkomt als iets wat een primair probleem zou kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat jongeren dan soms geen andere uitweg meer zien. Dan denken van ja, als ik toch niks waard ben, als niemand met mij om wil gaan, als ik er niet toe doe, waarom ben ik dan nog op deze wereld? Ja, en ja, dat is heel schrijnend bij deze jonge leeftijdsgroep. Ik ben Kevin, ben 22 jaar oud, woon in Didam, woon op mezelf en ja, de reden waarom ik meedoe is omdat ik me vaak in het weekend eenzaam voel en ik hoop hier meer contact te maken met andere mensen. Nou, wat ik vooral mis is gewoon een keer iemand om me heen of zo. Het is weekend te stil, er gebeurt niks. Succes? Succes. Als het weekend dan aangebroken is, dan is het zo van, ja, weekend, jee. Maar als ik niks te doen heb, dan duurt het weekend voor mij te lang. En hoe voel je je dan? Een beetje nutteloos. Een beetje, ja, gewoon het idee hebben of dat je niks kunt doen of zo. Ja, een heel vreemd gevoel. In ieder geval nutteloos hoort daar wel bij. Misschien word je daar zelfs een klein beetje somber van, of in ieder geval een beetje. Ah. Nee, niet dat ik echt zeg van ik voel me daar heel prettig bij of zo. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the night you feel outnumbered. Doordat mijn verbale communicatie zeer goed is, heb ik vaak het probleem dat mensen mij gaan overschatten. Het is wel. Ik snap het allemaal best wel, maar het is niet altijd dat ik het ook meteen begrijp. Ik heb een verlangzamende proces met verwerken door mijn autisme. Waardoor ik alles even tijd nodig heb om sommige dingen te verwerken. Maar omdat ik net wil doen door meer te draaien met de maatschappij, zeg ik altijd, ja, ik heb alles begrepen. En dan laten ze zo van, waar ging ik nou over? Tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On
Er zijn dingen in het verleden gebeurd waardoor ik vertrouwen in mensen ben verloren. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat vertrouwen weer win. En doordat je eigenlijk geen vertrouwen hebt naar de mens toe, stap je ook niet zo gauw naar de mens toe. Omdat je gewoon bang bent voor ja, reflectie of feedback, negatief feedback vooral. Waar je zoiets hebt van, dit had ik dus beter niet kunnen doen. Dus zou je al gauw de stap achteruit maken in plaats van vooruit. Waardoor je op een gegeven moment zo'n grote afstand opbouwt, dat je er niet meer overheen komt. En dat is eigenlijk bij mij het probleem. Zou je ook wel een schaakmaatje willen hebben? Zou leuk zijn. Zou je dat aandurven? Ook ja, als het een vreemde is? Ja. Ja, bij schaken vind ik dat niet zo erg. Het is juist leuk als je de persoon niet kent, waardoor je zeg maar een uitdaging hebt. Schaakmat. Ja, schaakmat. Nou, er zijn er een paar ergernissen als het gaat om de publiciteit rond eenzaamheid die bij mij altijd bovenkomen. En de eerste is eigenlijk dat het gepositioneerd wordt als een probleem van ouderen. En dat is het niet. En het is ook niet zo dat ouderen meer moeite hebben met het oplossen, want van elke leeftijd is het lastig om het op te lossen. Dus het idee dat het van ouderen alleen is, dat begint nu een klein beetje te rafelen. En dan krijg je van die verhalen van, ja, maar ook jongeren. En ook dat is een misvatting, want het gaat door alle leeftijden heen. Het begint in de wieg. Een ander ding, en dat ligt in het verlengde hiervan, is de aandacht van de regering hiervoor. Er is best een stevig bedrag uitgetrokken voor de aanpak van eenzaamheid. Dat wil zeggen voor publiciteit daaromheen en om het te zorgen dat gemeenten erbij betrokken zijn. En dat is echt 100% gericht op 75-plussers. En dat is maar 10% van het probleem. Dus 90% van de Nederlandse bevolking krijgt eigenlijk geen aandacht en geen hulp. Er is geen beleid voor. Niet alleen dat mensen dus iemand verloren hebben, maar het is natuurlijk ook mensen die hun bijvoorbeeld alleen zijn, hun werk verliezen. En die moet ook weer die balans vinden tussen wonen, leven, geen werk hebben. Dus dat is ook geen makkelijke. De jongeren, die kunnen ook wel eenzaam zijn of zich terugtrekken door de eenzaamheid. Mobieltjes, laptop, gamespelletjes. Je kunt er zelf wat aan doen. Dat klopt. En je moet je dan overwinnen waarschijnlijk. Ja. En dat denk ik dat het grootste probleem is. We hebben geloof ik 5 kringloopwinkels. Nou, dan kun je allemaal terecht. Alle klusjes doen. Ja, je moet wel wat doen. Ik ga ook een koffie halen. Hey Wim, daar kun je koffie halen? Wat? Kun je hier koffie pakken? Je kan koffie pakken. Waar ben ik niet? Denk je daar? Nou, ik ken mij heel goed. Naar de buitenwereld kan ik mij naar binnen keren. Dat ik vrolijk ben en noem maar op. Er zijn er bijwijten die weduwnaar ben. Dus die snappen het wel. Maar er zijn er ook mensen die gewoon, er zal niks met hem aan de hand zijn. Hij draait goed. Dus. Maar dat is een beetje om het af te houden. Ja, de mensen een beetje af te houden dat ze niet van die moeilijke vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld, ja, ik weet er niet wat het is. Ik ga even mijn fluitje halen. Dus. Ja, dan ben ik heel anders dan dat ik alleen er ben. En dan lach ik en dat doe maar op. Nee, want Wim zou ook die papieren, weet je wel, die route zou ik niet voor jou neerleggen. Ja, die heb ik niet gekregen van hem. Ik ook niet. Ah, die hebben we nou niet nodig. Hè. Wij weten het toch al uit de kop, anders ga je doen je huiswerk toch? Ook ben ik daarvoor. Bedankt. Dan komen we die later. Het is al het lege huis. Leeg. Overal alleen nog naartoe. Aan je dingen, dan ga je alleen nog ergens naartoe. En als je thuis komt, is het huis leeg. En dan kom je toch binnen, je gaat zitten. En je gaat televisiefilmpje kijken en dat is het. Dus. En als je overdag komt, het is iedere keer dat leeg. En dat kan ik op het moment nog niet tegen.
Dus ik, en dat noem ik eenzaam. Ja, wat zou ik willen? Mijn vrouw, voordat ze stierf, heeft ze gezegd... Jij blijft niet lang alleenig. Je hoeft voor mij nog niet alleenig te blijven. En er zijn mensen die heel snel wat hebben. Er zijn mensen die er wat langer over doen. En er zijn ook mensen die eigenlijk altijd alleenig blijven. En daar hoop ik niet bij te zitten. Bezemwagen moet nog komen of is die al voorbij? Nee. Hé, hey, Hans, we zien elkaar. Jongen. Ja, jij, ik hoor jou, hè. Ik heb buiten die auto hier laten staan, fam. Het lot is dat ik alleenig moet blijven. Ja, is niet anders. Ik hoop het niet. Maar echt op zoek gaan... Ja, daar ben ik volgens mij nog niet aan toe. Omdat het allemaal zo kort geleden is. Dus. Heb jij zin om een keer met Kevin te schaken? Gelderlandhelpt.nl. En volgende week dan gaat Kevin ballen tellen in de sporthal. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.